Obesitas is een wereldwijd erkend probleem. Veel mensen denken dat het vooral te maken heeft met te vaak en te lekker willen eten. Maar in de meeste gevallen heeft het juist een veel diepere psychologische achtergrond. En daar ga ik vandaag over praten met een GZ-psycholoog en oud-cliënt. Myrthe, jij bent GZ-psycholoog. Ja. Ja, wanneer spreken we nou van een eetstoornis bij obesitas? Obesitas is een medische aandoening en dat betekent dat iemand overgewicht heeft. Dat kan voortkomen uit een leefstijlprobleem en dat iemand voor een langere tijd verkeerde keuzes in het eten heeft gemaakt. Het kan ook een eetprobleem zijn en dan is iemand de controle over het eten kwijt en dan lukt het niet goed om zonder hulp die controle weer terug te krijgen. Wat zijn nou de grootste uitdagingen voor mensen met obesitas? Nou, de meeste mensen met obesitas krijgen vaak te horen je moet afvallen en dat doe je door meer bewegen en minder eten. Maar als het zo makkelijk zou zijn, al zo gezegd, dan hadden ze dat natuurlijk al lang zo gedaan. Mensen voelen zich vaak niet begrepen, schamen zich voor hun probleem, trekken zich steeds meer terug, waardoor ze niet de hulp krijgen die ze echt nodig hebben. Je werkt voor Novadam. Hoe ziet een behandelplan eruit? De belangrijkste doelen tijdens de behandeling zijn het normaliseren van het eten, het inzicht krijgen in de factoren die de eetstoornis in stand houden, en het aanleren van controletechnieken om meer controle te ervaren over het eten. Hoe heb je deze behandeling ervaren? Het was heel confronterend, heel emotioneel. Je gaat met veel meer aan de slag dan alleen maar met eten. Je gaat echt met je hele zelf aan de slag. En ik heb twee kleine meisjes en ik wil heel graag mijn kinderen nog zien opgroeien. En misschien zelfs nog mijn kleinkinderen. Je moet af en toe goed in die spiegel durven kijken. Nou Bianca, heel erg bedankt voor je open en bijzondere verhaal. En ik hoop dat je anderen ook kan inspireren om net zo moedig te zijn als jou en ook die hulp te zoeken. Graag gedaan.